Nei, hún er nær svart-svíð stig. En nú er hún komið, ég. Jantien is het tweede jaar. We hadden op een gegeven moment een seizoen dat alle fagotten weggingen. En toen heb ik twee jonge fagotten. Jantine was er één van. En die kreeg meteen zo'n beetje het moeilijkste stuk uit het repertoire voor de kiezen. De vuurvogel van Stravinsky, wat eindigt met een enorme fagotsolo. Heel zacht, heel hoog. En ja, daar was ze denk ik wel even van onder de indruk toen. En dan heeft ze ook heel veel... ja, dat vond ze best moeilijk. Als ik iemand aanneem in het orkest, dan is het in principe omdat ik geloof in de mogelijkheden van die persoon die daar zit. Jantine moest echt nog leren. Die kreeg een nieuwe docent, moest een andere techniek aanleren. En dit is het tweede jaar. Ik had gedacht, nou, eens kijken hoe lang dat duurt. En nu is het al zover. Nu kan ze al genieten van het spelen. Ja, heel leuk. Waar luister je naar? Nou, naar de, of het vibrator zeg maar een beetje eroverheen schiet net. Ja, ja. Of eindelijk mag het. En of er meer onder, gewoon een beetje onderin blijft zeg maar. En ja, gewoon het ritme of het... Ja, Rianne is natuurlijk, is leuk, die is nou een paar jaar in het orkest. En die zie je helemaal ontpoppen, hè. Die komt helemaal tot leven. Die begint plotseling de schoonheid van het vak te ontdekken. En nu merk ik dit jaar, ik kom er helemaal los. Neemt ze, hè, dat is belangrijk, je verantwoordelijkheid nemen als muzikus. Want ik sta er alleen maar voor, ik kan niet spelen. Zij moeten dat doen. Slim is natuurlijk een uitzonderlijk talent. Heeft natuurlijk ook, het is leuk dat hij eens een keer geen viool of cello of piano speelt. Hè? Een trompet. Dat is belangrijk om ook op dat instrument geweldige talenten te hebben. En nou ja, het blijkt in alles, ook uit zijn enthousiasme en zijn ambitie, dat hij heel veel mee heeft. Je moet voor oppassen dat het niet te gemakkelijk gaat. Hè? Als je heel veel talent hebt, dan gaan dingen dus die anderen heel veel moeite kosten, gaan jou heel gemakkelijk af. En daar kun je van genieten. He, dat krijg je voor niks mee. Maar dan kun je ook soms wel eens ja, het gevoel krijgen dat alles wel gemakkelijk zal gaan, omdat dit ook gemakkelijk gaat. Dat is spannend, hoor. Dat is echt schade. Ja, ik weet het best. Oké. Kunnen we het zelf met Jantine? Nee. Met Rianne kan het heel goed. En ik vind het niks aan. En goed, komt het wel. Ja, dan hebben we gewoon een jong regel dat Rianne me elke dag opmaakt. Nou, het was heel apart voor het stuur dat ze het zelf niet wist. Nee. Dat ook maar helemaal. Ik zeg, ik wil even in de spiegel om te controleren. Wacht, ik ben. Is er een huisje? Het is gewoon. Ontzettend leuk om meisjes al muziek te meiden. Dus is er mij al je ja, getalenteerde meisjes in een orkest. Ja, het is ongelooflijk om dan onder een goede dirigent samen te spelen. En daarnaast is het ik nog ontzettend gezellig. Nee, dat tiert ik nog. Echt gewoon hele leuke meisjes. Hoe is die passie met fluitje? Nou, ik denk dat het net zozeer mij het fluitje zelf, maar meer dat muziek gewoon echt een passie is. Het luisteren naar muziek en het zelf meisjes is ja, echt ontzettend leuk. Dat ook echt het liefste. Het lijkt als het wel heel mooi en netjes op podium natuurlijk, maar... Nou, een orkest, het gaat er soms raar aan taal, zeg je op het hebt. Ja. Ik heb een emotie kwijt in de fagot. Ja, zeker wel. Als ik boos ben en als ik ja, of verdrietig of wat een ek, dan is toch het eerste wat ik pak. Mijn fagot. Ek al is het, soms ben ik gewoon boos op mijn fagot. Dat gebeurt ook vaker nog. Dat ik dat ding wel even trommelen, wel zaagje of iets dergelijks. Maar
toch pak ik hem dan ek weer als ik boos ben. En hoe klinkt boos op een fagot? Hoe klinkt boos op een fagot? Dus zou je zeggen dat Olly een forte en lelijk en kraken het erin en alles. Maar was Woffies dan best boos en jij wijst het boos. Als boos bist, dan vind je toch weer waarom en dan gaat het gewoon. Tussen beiden waarom? Ja, dat komt altijd weer waarom. Want dan zijn we hier wel lang scheiden, zeg maar. Dat gebeurt net. Dat weet ik wel zeker. Als je 14 of 15 bent, dan wil je echt zoen als een. Dan vind je het al hartstikke mooi. Een jong manje dat trompetspiel je kent, weet je wel. Maar op een gegeven moment, de mensen die zijn als een volwaardig muzikus. En naarmate je ouder wordt dan. Dus ik ben nog 18. En de meesten zeggen wel ze me van, oh, dan ben je net meer dat liedse manje. Ja, andere meesten zien me nog steeds als een liedse manje. Ik weet het net, maar. Jong te spelen. Ja, in het jong is het gewoon, ja, ik kwam daar toen ik hier was 54 denk. En daar had ik toen heel soort leerd. En toen zie ik net naast de meesten die toen 18 waren misschien. En dan, ja, dan zo staat een heel eind op. En dan denk ze, oh, dat wil ik. En op een gegeven moment, ja, dan ben je zelf 18 en dan merk je dat er weer jongere meesten in zitten die dan op die of andere manier wat van die leren. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En ik had daar een soort orkestervaring op die.